Achteraf bedankte hij ons en gaf hij ons een hand van hè, fijn dat jullie zijn langs geweest. En bedankt, hier heb ik wat aan gehad. Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. In dit programma wijzen we je de weg. Bokstel biedt iedereen een helpende hand. Hey, goedemorgen Mien. Hey Mien, goedemorgen. Hoe is het? Wij zijn de ogen en de oren in de wijk. Wij zijn ook het allereerste aanspreekpunt zeg maar, in die wijk. Als je al lang in de wijk loopt, dan kennen de mensen je ook. En dan mensen zwaaien, maken een praatje. Als je veel in contact bent met de mensen, ja, dat is zo goud waard. Als er nou ooit een keer iets aan de hand is, dan zijn we ook veel makkelijker benaderbaar. Goedemorgen. Ik heb een signalerende functie. Bijvoorbeeld als ik 2 of 3 dagen langs een woning ben geweest. En ja, als ik zie bijvoorbeeld dat de gordijnen al langere tijd dicht zijn. Of dat er een stapel kranten op de deurmat liggen. Ja, dat kan voor mij al een signaal zijn van dat er iets is. En ja, dan probeer ik dan aan de deur te gaan en met de bewoner in contact te komen. Ik voer een laagdrempelig gesprek. Ja, daarin ga ik het gewoon heel simpel een gesprekje voeren met de bewoner van ja, hoe is het? Hoe lang woon je hier? Hoe bevalt je leefgenot hier? We waren dus gisteren bij iemand op bezoek die huurachterstand heeft. Ja, die man hebben we gewoon geprobeerd te helpen. Achteraf bedankte hij ons en gaf hij ons een hand van hè, fijn dat jullie zijn langs geweest. En ja, uiteindelijk is dat gewoon top. En ja, als we daarmee kunnen afsluiten, is het wat mij betreft echt meer dan geslaagd. Dankjewel. Merci, ja. Goedemiddag, Woonstichting Joost, je spreekt met Monique. Waarmee mag ik u helpen? Dan van daaruit verder. Dankjewel, ik ga even voor je kijken. Veel mensen zullen misschien denken bij Joost dat het alleen maar om de huizen gaat. Maar bij ons gaat het juist om de mensen die in die huizen wonen. Daar zijn we erg bij betrokken. Ik ben beleidsadviseur bij Woonstichting Joost. Ik probeer ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn in de gemeente Bokstel. Dus dat betekent dat we ervoor zorgen dat de huren niet te hoog zijn. Dat we onze woningen energiezuinig maken. En dat zorgt er allemaal voor dat de woonlasten laag blijven. In de laatste tijd krijgen wij veel signalen van huurders van ons dat ze zich zorgen maken over wat er allemaal gaande is in de wereld. En mensen maken zich zorgen of ze hun rekeningen nog wel kunnen betalen. Ja, nou ja. Gelukkig nemen ze vaak contact met ons op. En dat is ook een oproep aan iedereen om dat vooral te doen. Zodat wij samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus mocht u geldzorgen hebben, aarzel dan niet. Neem contact op, bel of loop even binnen en stel uw vragen, uit uw zorgen. Dan kunnen we samen kijken hoe we u verder kunnen helpen. Prima, ja, wens ik u nog een hele fijne dag. Tot ziens. Er zijn heel veel mensen die in soortgelijke problemen zitten. En ja, daar hoef je echt niet voor te schamen. Neem gewoon contact met ons op en dan proberen wij er alles aan te doen om je daarbij te helpen. Ik wil meegeven aan de mensen, schaam je niet. Bel, mail, klamp me vast. Maakt niet uit. Zorg dat je in contact komt.